Future Media Labs is een internationaal netwerk van meer dan 50 publieke en commerciële mediabedrijven die kennis delen en projecten opstarten rond innovatieve onderwerpen, zoals start-ups, gaming, jongeren, nieuws en de nieuwste technologieën. Wij geloven dat Europese mediabedrijven de krachten moeten bundelen om zo groei en innovatie te bevorderen en te zorgen dat de Europese mediasector relevant, maar ook globaal competitief blijft. In Vlaanderen hebben we onder andere DPG, Roularta, Mediahuis, maar eigenlijk richten we ons op Europa. Dat wil zeggen dat ook een BBC, een France Télévisions en een Red Bull Mediahouse onbevoorbeeld lid zijn. Maar we willen ook een aantal echte ankerpunten hebben in andere continenten om zo eigenlijk voet aan het stuk te houden met wat daar gebeurt. Dus Globo uit Zuid-Amerika en ABC uit Australië, dat zijn de twee grootste televisienetwerken ter wereld, die zijn ook lid van Future Media Hubs. Op dit moment hebben we meer dan 165 individuen die deelnemen aan de 5 verschillende themagroepen. Heel concreet wil dat zeggen dat zij 1 uur per maand per groep in een virtuele call samenzitten om hun uitdagingen te bespreken, om hun nieuwe projecten te vertellen en zo verder. Daarnaast zien we elkaar ook 1 keer per jaar op een wisselende locatie in Europa, per groep, om per thema eigenlijk ook in de diepte te gaan spreken. Denk daarbij aan een aantal workshops, aan een bedrijfsbezoeken en zo verder. We zijn op dit moment een experiment aan het doen met Roblox. Dat wil zeggen dat we eigenlijk via verschillende publieke omroepen verschillende Roblox-werelden creëren en die aan elkaar gaan verbinden. Heel concreet wil dat zeggen dat een Vlaams kind in de VRT Roblox-wereld kan binnenstappen, daar alle spelletjes van VRT kan spelen en dan via een portal naar bijvoorbeeld de Finse of de Deense wereld kan gaan om daar eigenlijk hun spelletjes te gaan spelen. En dat allemaal in een veilige omgeving. Wat we bijvoorbeeld de voorbije jaren ook hebben gedaan, is een aantal start-ups eigenlijk in contact gebracht met mediabedrijven die dan succesvolle projecten hebben opgeleverd. Denk daarbij aan de Vlaamse Tinkerlist, die op dit moment kind aan huis is bij DPG voor al wat de newsroom tools betreft. Of Seretai, die samen met de Zuidse ZDF samenwerkt rond een project voor het bekijken en berekenen van diversiteit op de werkvloer en in de context.